Studio Virus is een clipbattle voor jongeren die bezig zijn met muziek, maar nog niet genoeg in huis hebben om op professioneel niveau verder te komen. Dat kan door diverse redenen. Geen budget of een te klein netwerk. Maar het ligt zeker niet aan de ambities. Video Virus promoot deze artiest in de dop. En jij beslist thuis wie het grootste talent is. Het gaat namelijk om het verzamelen van voldoende stemmen. Met deze clipbattle valt veel te verdienen. Een professioneel traject met uiteindelijk een perfecte opname en videoclip. Ik probeer gewoon inderdaad overal mijn gezicht te laten zien. Dat iedereen uiteindelijk weet dat ik Lilou ben. En ik ben nu nog heel erg bezig met hoe ik mezelf kan onderscheiden van de rest. En dat gaan we binnenkort verwerken in onze show en op ons EP. Ik ben best wel energiek op het podium, dus dat wil ik graag op het publiek overbrengen. Ik wil er mensen graag van maken en dat kan ik in mijn eentje doen, met Loopstation of met mijn band samen. Ik vind het niet echt een duwtje in de goede richting. Want je wordt eigenlijk gezien als kandidaat en niet als artiest. En ik vind mezelf, en het is gewoon zonde van je creativiteit. Als ik in mijn agenda kijk, wel. Elke dag. Over 5 jaar hebben we nog wat videoclips opgenomen. Spelen we elke week. Het liefst op grote festivals. Even denken. Zijn we sowieso een serious talent geweest op 3FM?
Ja, op meerdere manieren. Aan de ene kant, ik ben een rapper. Kijk, je kent rap natuurlijk als de standaard bitches, bling bling, geld, status. Maar ik probeer dat juist niet te doen. Volgens mij is dat juist namelijk de commerciële manier en gewoon onzin. Volgens mij, ik probeer dat gewoon te doen door op een poëtische manier een boodschap over te brengen. En dat met maatschappijkritische teksten en zelf gecomponeerde muziekjes. Dat is een moeilijke, vooral omdat het heel genuanceerd ligt. Het is talentenjacht op tv. Ik denk aan de ene kant dat het voor heel veel mensen echt wel wat kan opbrengen. Helemaal voor mensen die geen eigen nummers schrijven. Maar ik denk ook dat het meer echt markt is, weet je wel. Dus dat je... als een product wordt neergezet en als artiest. En, je kent de verhalen wel dat je bijvoorbeeld 3 jaar niks mag uitbrengen en dergelijke. Dus het heeft 2 kanten. Op deze planeet vol oorlog. Ja, wanneer ben je begonnen? Ik ben nu 2-3 jaar echt actief bezig met optreden. Maar goed, er gaat een heel proces aan vooraf van echt leren, weet je. Gewoon ermee bezig zijn en ervaring opdoen. Maar ik ben al wel een tijdje bezig, dus gaat ook wel goed. Mijn inhoudelijke teksten goed opgebouwde structuur, goede hoeks en mooie beats, gewoon mooie muziek. Ja, non-stop, de hele dag. Ik heb geen school, geen werk, ik ben alleen met muziek bezig. Dus ik heb gewoon een eigen studio, ik produceer ook zelf en ik mix af voor anderen. Dus ik ben non-stop bezig, maar het is ook echt wel heel veel werk. Je moet, helemaal omdat er zo'n overgroot aanbod is door internet, moet je jezelf steeds profileren en steeds mensen mailen. En je bent altijd ondergeschikt aan andere media, aan mensen die wel die poortpositie hebben, weet je wel, die je door kunnen laten. Dus je bent altijd onderhevig aan anderen. Je moet jezelf altijd nederig opstellen en heel veel regelen, heel veel mailen en overal achteraan. Dus het is ook gewoon heel veel werk. En mensen denken, joh, muzikanten verdienen heel veel. Maar helemaal in zo'n beginfase, het is gewoon ploeteren. Maar goed, het is wel mijn hart, mijn ambitie. Dus daar ga ik wel gewoon voor. Wat is een mooie muziekmaker? Ja, kan ik dat maar onder woorden brengen? Het mooie daarvan is juist dat het muziek is en dat je dat niet in woorden kan samenvatten. Het klinkt een beetje knullig natuurlijk, maar het is, voor mij gaat muziek gewoon door je hart. Ik wil jaarlijks 1000 ton betalen. Hier kregen mensen macht doordat ze simpelweg zo geboren waren. Geen idee. En ik heb ook meer zoiets, dat laat ik ook over. Kijk, mijn ding is gewoon, ik wil gewoon kunst maken en dat meegeven aan mensen. En dat is niet per se gebonden aan rap of hip-hop of whatever. Misschien produceer ik wel dubstep over 3 jaar of draai ik, weet ik veel. Weet je, ik wil gewoon mooie dingen maken en dat vind ik gewoon het belangrijkste, gewoon mooie dingen maken, wat meegeven aan mensen raken. Dus 5 jaar, geen idee. Zit in de zomer van 2011 en welk jaar het daar is, weet ik niet. En ik weet niet wie je bent, misschien komt dit op je weg met de wind. Een argeloze voorbijganger die dit ergens gewoon vindt. Misschien een scholier in een museum en lees je dit netjes geprint. Misschien is dit brandstof voor je vuurtje en misschien ben je mijn kind. Misschien een geschiedenisles waar je over de val van het Westerse Rijk leest. Maar hoe dan ook, bij deze een schets van onze tijdgeest. Kijk mee in ons land, het wordt overrompeld door welvaart. Maar toch is de gelukkige man hier zelf zeldzaam. Iedereen werkt voor de staat en slechts 2% gaat over de geldkraan. Het is een rare wereld hier, al zeg ik het zelf, ja. Hier wil iedereen zijn als Amerikanen, dus er wordt ijverig gespaard. De tv als nieuwe religie, er wordt non-stop stijf naar gestaard. Als voorwaardige consument is hier koopzondag heilig verklaard. Ouderen moeten wegkwijnen, met 65 jaar is men overrijp en bejaard. Op deze planeet vol oorlogswoede zijn er vele ondervoeden die na een regen van wrok en woede nog steeds dorst voelen. Terwijl wij hier met schoon water onze wc's doorspoelen. We kunnen de honger oplossen met al het eten dat we hier toch niet hoeven.
En afslanken, dat mag ook wel. Dit McDonald's landje aan Big Burger King verslaafd als soldaat aan de drugs in oorlogslanden. Als welvarend land zijn we te panisch om vluchtelingen op te vangen. Zelfs de Dalai Lama kon weten zijn koffers maken. Dit is mijn brief aan de toekomst. Ik schrijf het nu en het tijd zijn verleden. Te vinden die geen voetbal volgt. Kijkcijfers en reclamegelden bereiken een goed record. Niet dat het slecht is, maar voetballers worden voor een paar miljoen verkocht. En in Afrika lijden 1000 miljoen hongerigen aan ondervoeding en dorst. En wat is er in godsnaam mis met een moslim op de stoep? Sinds wanneer is het grootste probleem in dit land de bevolkingsgroep? 10 jaar geleden was het grootste probleem nog hondenpoep. Tegelijkertijd zijn er 1 miljard mensen onder voet. Hier is iedereen met het uitzoeken van een nieuwe telefoon bezig. Of iemand cool is, kan je de luxe van iemands horloge lezen. Kids van net over de 7 voor de spiegel naar de laatste mode levend. Want als je net doet als op tv, dan word je hier als mooi gelabeld. Terwijl een foute bankier met fraude en bedriegen nog meer goud verdient, luistert half Nederland naar techno en dirty house muziek. Men valt spontaan flauw als men niks Simon Jan Smit of Frans Bauer ziet. Het is islamofoob, terwijl men wel gaaf van dunne met knoflooksaus geniet. En over die toekomstige koningin laten we graag ons oordeel varen. Hier checkt men elkaars uiterlijk net zo vaak als de roddelbladen. Kwijn weg bij soap voor het einde waarvoor we jaarlijks 1000 ton betalen. Hier kregen mensen macht doordat we simpelweg zo geboren waren. In Afrika sterven kids en onze spijkerbroeken maken. En uit de mijnen naar metalen voor de nieuwste iPhone elke maand. Een pijnlijke zaak, maar kijk, ik haat het als mijn trein weer wordt vertraagd. En of ik bang ben of het systeem instort, je krijgt waar je om vraagt. Nou, wat voor mij belangrijk is of was, is dat ik mensen wil laten horen wat ik in me heb, zeg maar. En wat voor boodschap ik ze wil laten horen. En bijvoorbeeld dingen waar ik het niet mee eens ben in de maatschappij van nu. Of tradities, daar heb ik een hekel aan. En ik hoop dat mensen door middel van mijn teksten zien wat de waarheid eigenlijk achter al die dingen is. En dat wil ik dus, ja. Muziek, zeg maar, is daar, ja, is ook belangrijk daarmee. Maar bijvoorbeeld, ik wil niet te dramatisch zijn. Want een leuke beat met een soort tekst erbij, dan hoeft de tekst niet altijd vrolijk te zijn of ja, dat soort dingen. Het is juist leuk als er een soort boodschap achter zit. En hoe vaker je het hoort, hoe beter mensen begrijpen van, oh, ze heeft eigenlijk best gelijk. Ja, op die manier. Nou, ik heb er zelf ook aan meegedaan. Maar ik vind het allemaal een soort van, het is allemaal echt, ik bedoel, je moet echt super goed zijn. Ze geven je niet echt kansen, je komt eerst door zo'n nepjury, zeg maar. En ja, het is echt allemaal, je weet toch, RTL, SBS6, het is gewoon niet eerlijk, vind ik. En als je echt goed bent van jezelf en je weet dat, dan kom je verder als je er zelf voor gaat.
Niet als je via een talentenjacht gaat. Ik vind mijzelf uniek. Ik ben niet arrogant of zo, maar ik vind dat mijn teksten anders zijn. Je ziet weinig meisjes die rappen, bijvoorbeeld. En ik wil daar een verandering in brengen. Zo van, oh kijk, meisjes hoeven niet altijd meisjes te zijn die zingen en als strippers in clips spelen, weet je wel. Je kunt ook stoer zijn en rappen en er als een meisje uitzien. Ja, als je zingen in de keuken bedoelt. Ja, ik ben bezig met teksten, dat vooral. Ik schrijf graag teksten. Ik schrijf zelfs boeken. Ja, ik ben bezig met een boek. En daar ben ik veel eerder mee begonnen. En daardoor ben ik ook geïnspireerd geraakt om teksten te schrijven. Zoals liedjes of raps en dat soort dingen. Je wordt er blij van. Dat is één ding. Wat bij mij zo is, is dat... woede is bij mij iets dat mij tot schrijven laten beginnen, laat ik het zo zeggen. En woede is voor mij echt iets waardoor ik ben gaan beginnen met muziek. En ja, dat vind ik het mooie. Ik bedoel, ik kan alles op papier zetten. Ik kan, ja, je kunt alles doen met muziek, wat je maar wil. Op mijn tiende schreef ik mijn eerste tekst. En ik wou meedoen aan het Junior Songfestival. Maar er was verder niks van gekomen. Omdat de vereisten een bandje waren met muziek en zo. Dat had ik allemaal niet. Dus ik dacht, weet je, hier houdt het op. Dus daar ben ik begonnen. En op mijn 11e begon ik raps te schrijven. Ik keek te veel naar MTV en zo. En ik probeerde die rappertjes na te doen. En dat was fout voor mij. Want op mijn 14e of 15e ben ik gaan beseffen van... Hé, dat klopt niet. Hoezo moet ik ze imiteren als ik nog maar 14 jaar ben? Ik snap niks van die dingen, snap je? Ik moet gewoon schrijven over dingen die ik persoonlijk meemaak. Ik hoop dat ik dan op de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten zit. Want dat is echt altijd al mijn grootste droom geweest. Ik doe nu 5 HAVO. Dat is sowieso mijn eerste challenge. Slagen, klaar, naar de hogeschool. En via daar aan mijn toekomst werken.
we're gonna live today and continue tomorrow. The future is ours, we've got our own way to follow. The way is the goal and we'll find it together. So baby, take my hand and hold it forever. Ik ben Leroy Thijssen, MC uit Goor. Ik ben 20 jaar, bijna 21. Ik ben nu ongeveer 3 jaar bezig met hip-hop. Passie zit gewoon echt onder de huid. Het is een zware verslaving geworden. Ik ben nu ongeveer 1,5 jaar bezig met mijn eerste EP. Daarvoor heb ik altijd samengewerkt met een goede vriend van mij. Ik ben nu sinds kort solo gegaan. En ja, wat kan ik zeggen, er komen nog ontzettend veel projecten aan. Echt 2 EP's, een live band project, een reggae plaat, een CD. Zo kan ik nog wel een hele waslijst maken. Als je het niet de voordeel van de twijfel gunt en de keren. Ik denk dat het vooral textueel gezien is. Ik denk dat ik vooral inhoudelijk iets anders doe als wat de meeste rappers doen. Ik ben over het algemeen niet iemand die veel over brag en boast tracks maakt. Ik ben meer iemand, ja, hoe je worstelt met jezelf als mens. De vragen die je tegenkomt in het leven. Waarom doet een persoon zoals die doet? Ik heb het vaak in mijn teksten bijvoorbeeld over religie. Over theorieën om te kijken van waar kun jij jouw stukje waarheid uithalen om voor jou een soort van levensfilosofie te vormen, zeg maar. Ik ben geboren om de code te kraken en getogen zonder te geloven. Ja, voorbeelden heb ik eigenlijk eerlijk gezegd echt niet, maar voor mij heeft het altijd gewoon echt om de flow gegaan. En ik ben een groot fervent liefhebber van reggae muziek. Dus over het algemeen heb ik meestal wel die vrij relaxte flows erin zitten. Dus je krijgt op latere EP's en zo krijg je nog een beetje een reggae vibe terug te horen. Een klein beetje een dubstep vibe. En voornamelijk een beetje een Goa vibe, want ik hou zelf heel erg veel van Goa muziek. Dus je krijgt een beetje de psychedelica van de jaren 70, die komt er terug in. Van de maatschappij. Zulke dingen mogen nooit een dooddoener zijn voor creativiteit, vind ik. Ik bedoel, dat moet er gewoon altijd in zitten. En om nou te zeggen dat als je naar zo'n show gaat, ja, je ziet al snel gewoon het verschil tussen de, naar mijn mening, echte artiesten en tussen de mensen die gewoon graag in de spotlights willen staan of er snel willen komen. Ja, ik ben iemand die graag alles op de zo moeilijk mogelijke manier doet. Ja, blijft het zo interessant mogelijk, blijft de meeste de uitdaging erin. Dus ja, ik snap net als de workshops, ik snap dat het nut heeft voor sommige mensen. En ik vind het hartstikke tof dat die dingen allemaal beschikbaar zijn. Maar voor mij persoonlijk, ik maak liever mijn eigen stappen. Ik denk over 2 à 3 jaar heb ik net alle dingetjes afgewerkt die nu nog in de planning staan. Dus de eerste 2 EP's, het bandproject, de CD, reggaeplaat. Ja, het kan ook uitlopen. Voor hetzelfde geld duurt het 4 jaar voordat het allemaal af is. Je moet die dingen ook niet haasten, want dan als je te snel dingen op elkaar laat volgen. Dus ik denk over 5 jaar, ja, dan heb ik het eerste boel eruit gewerkt. Ik denk dat ik dan verder ga met Engelstalige muziek. En ik hoop dat ik in ieder geval zover zal zijn, of dat weet ik wel zeker eigenlijk. Dat ik in ieder geval veel optredens kan boeken. Dat ik gewoon voornamelijk gewoon veel shows kan rocken. Daar gaat het mij om, gewoon dat ik mensen kan bereiken. Als je het niet de voordeel van de twijfel gunt
en de keren waarop dat niet gaat. Ja, ik denk dat voor iedereen toch een beetje voor muziekliefhebber binnen in Nederland. Ik denk toch dat zoiets als Lowlands toch wel echt de top is gewoon. Qua sfeer en zo. Dus ik denk ja, Lowlands of definitie van doopheid zou ook tof zijn. Voor de rest, ja, het maakt me niet uit. Kleine gigs, cafés, grote gelegenheden. Ik vind het allemaal even tof. Alles heeft zijn eigen sfeer, dus. Dit is muziek met liefde. Een weerspiegeling van mijn ziel. Dus je ziet me. Ik zet mijn eerste stappen richting een nieuwe wereld. Het zoveelste probeersel voor de overgang van jongeman naar kerel. Alles in de wereld gebeurt met een goede reden. Elke route die we nemen, zegt mijn oom altijd. En ook dat zegt hij met een verdomd goede reden. Toch zag ik wel degelijk een eikelpunt. Stel dat ik niet met mijn verstand en hart in balans beslis. Maar goed, je weet dan ook niet wat voor kans je mist. Als je het niet de voordeel van de twijfel gunt. En de keren waarop dat niet gaat, prima. Ik zal alsnog blijven lachen als Isaac. Want als ik een retorische vraag stel aan mezelf, weet ik tenminste wel met wie ik praat. Zwart, wit, wat is er mis met grijs? Creëer je eigen tint en begin de reis. Zwart, wit, wat is er mis met grijs? Dit is het laatste woord, hier begint je reis. Zwart, wit, wat is er mis met grijs? Creëer je eigen tint en begin de reis. Zwart, wit, wat is er mis met grijs? Dit is het laatste woord, hier begint je reis. We leven in een wereldwijd web. Want het lijkt net alsof je zonder sociale media geen identiteit hebt. Ik ben geboren om de code te kraken. En getogen zonder te geloven, dus ook geen zoon van de vader. Ik heb mijn eigen normen en waarden. Verzorg mijn bladeren en takken en plant mijn wortels in de aarde. Ik wil naar de wolken staren en varen op geluidsgolven. Zonder me overmorgen zorgen te maken. In de meest rommelige dagen, vol met onopgeloste vragen. Houd alleen kennis, mijn kop boven water. Want de antwoorden die ik wel heb gevonden, vormen samen de waarheid. Deze is voor ieder mens anders en gebonden aan plaats en tijd. Niet aan je rang in de wanorde van de maatschappij. Geloof jij in de Koran of in de Bijbel? Doe het dan met trots, nooit te ijdel. En toch trek soms jezelf in twijfel en zet de dingen weer terug op hun plek. Want het is goed om te weten waar je ze neer hebt gelegd. Zwart, wit, wat is er mis met grijs? Creëer je eigen tint en begin de reis. Zwart, wit, wat is er mis met grijs? Dit is het laatste woord, hier begint je reis. 6 steden, 28 videoclips en uiteindelijk 1 winnaar. En die bepaal jij. Kijk snel op de website www.videovirus.nl en lees hoe je kunt stemmen op jouw favoriete clip. Nieuw talent staat alweer klaar. Tot de volgende keer.